De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht SBB heeft vandaag de onderzoeksresultaten van de bosbouwsector in Suriname gepresenteerd. De afgelopen maanden is er gewerkt aan het finaliseren van het Surinaamse Bosbouwsector 2017 rapport, de ontbossingskaart 2016-2017 en de landbedekkingskaart 2000-2017. In het bosbouwsectorrapport worden uitgevoerde activiteiten beschreven, terwijl ook wordt ingegaan op de verdiensten in deze sector. Uit statistieken blijkt dat Suriname slechts 0,07% van haar bossen ontbost, zegt Valentin Moussoulet van het Directoraat Onderzoek en Ontwikkeling. Los van dat we naar de klassificatie hebben gekeken, hebben we ook gekeken wat voor klassen willen we op de kaart zien. Welke landgebruik, landbedekking is voor ons belangrijk? Dus dit is de output die eruit is gekomen. Zoals u ziet, dit is een heel uitgebreid klassificatieschema. Ik zie een paar mensen hier die weten hoe dit proces aan toe is gegaan. Het waren ook een aantal werksessies waarbij we hebben gezegd, oké, we hebben onze bos en onze niet-bos. En daarna, voor onze volgende level van klassificatie, kunnen we dan weer ons bos en niet-bos onderverdelen in menselijk en natuurlijk. En zo ga je dus verder naar de volgende level, waarbij je de non-forest, de menselijke activiteiten hebt. En dan heb je dus de build areas, de infrastructuur, mijnbouw, landbouw, de lakes en de abandoned areas. Hoewel er in Suriname sprake is van een stabiele trend wat ontbossing betreft, kan niet met zekerheid worden gezegd dat dit in de komende periode zo zal blijven. Er wordt namelijk rekening gehouden met de uitvoering van toekomstige ontwikkelingsprojecten. Hier ziet u onze trend. In 2014 ziet u de piek. En dan is hij een beetje gedaald in 2015. In 2016 begon hij weer een beetje toe te nemen en 2017 is er weer ongeveer hetzelfde gebleven. Oké. Kijken we nu naar de oorzaken van ontbossing, zien we onze bos is hier 93% en dan hebben we onze non-forest, wat ik al eerder zei van onze referentiekaart, dat is 4,75%. Onze hydrografie van 2% en onze ontbossing in de periode 2000-2017 met een percentage van 0,64%. Ja, en we zien hier wat de grootste oorzaak is van ontbossing. En dat is dus mijnbouw met een percentage van 68%. Dus 68% van de totale ontbossing in de periode 2000-2017 is veroorzaakt door mijnbouw. Valentin Moussoulet van het Directoraat Onderzoek en Ontwikkeling tijdens een presentatie van onderzoeksresultaten van de bosbouwsector. De Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht heeft vandaag het Surinaams Bosbouwsector 2017 rapport gepresenteerd. De presentatie is gehouden in het Oxygen Resort te Benispark.